Amnesty International voert elk jaar de actie Schrijfmarathon. Dit jaar heet de actie Ride for Rights, waarbij er ook voor het eerst een Ride for Rights trein door heel Nederland rijdt. We zijn nu in de Amnesty International trein. Op dit moment zijn er honderden mensen aan het schrijven voor de rechten van de mensen. Dit jaar staat het in het teken van vrouwen. En wij spraken met Emiel, persvoorlichter van Amnesty International. Amnesty voert eigenlijk al 50, 60 jaar actie. En een heel belangrijk onderdeel daarvan is dat we brieven en kaarten sturen naar mensen die vastzitten omdat ze eigenlijk onschuldig zijn. En dat doen we dit jaar doen we dat in 60 landen en ook in Nederland op 1000 plekken. En dus ook vandaag in deze trein. Wat doen deze brieven met die mensen? Nou, eigenlijk het idee is dat dit allemaal mensen zijn, daar hebben we onderzoek naar gedaan. Het zijn allemaal mensen die vastzitten in een cel omdat ze eigenlijk niks gedaan hebben. Dus bijvoorbeeld omdat ze gebruik hebben gemaakt van hun recht op vrije meningsuiting of omdat de overheid vindt dat ze te kritisch zijn. En het idee is dat die brieven, die gaan naar, soms naar de mensen zelf om ze een hart onder de riem te steken. Dus te laten weten, hey, er zijn mensen die aan jullie denken, je bent niet alleen. En er zijn ook brieven die sturen we naar de autoriteiten, dus naar de regeringen. En daarin roepen al die mensen die vandaag in Nederland en wereldwijd schrijven, die roepen die autoriteiten op om mensen vrij te laten. Omdat ze zeggen, je hebt mensen gevangen gezet, je hebt deze mensen gevangen gezet, maar ze hebben eigenlijk niks gedaan. En het idee is dat die brieven uiteindelijk ervoor zorgen, allerlei aandacht krijgen, druk genereren op overheden, dat die regeringen uiteindelijk zeggen, weet je wat, we laten die mensen toch vrij. En werkt dit? Het werkt heel vaak wel, want je zou misschien denken, wat heeft dat voor effecten, die paar brieven die aankomen. Maar wat wij zien de afgelopen 50 jaar, is dat elke keer als die brieven komen, in combinatie met veel aandacht in de media bijvoorbeeld, in combinatie met de rapporten die wij schrijven, is dat dat echt wel effect heeft. Dus dat mensen die zo'n brief krijgen dat heel fijn vinden. Ze weten namelijk, ik ben niet vergeten, ik ben niet alleen. En daarnaast is het ook zo dat overheden die al die brieven krijgen, dat die op een bepaald moment toch de afweging maken. Wat levert me nou meer gedoe op? Die mensen vasthouden of toch zo iemand vrijlaten? Ik vind het heel belangrijk dat iedereen het recht heeft om zich te uiten over zijn overtuigingen. En dat hij dat in vrijheid moet kunnen doen. En vandaar dat ik Amnesty een warm hart toedraag, want ik vind het geweldig. En vooral dat ze het nu met deze trein doen. Dat is nog weer veel aparter. Ook de sfeer die je hebt als je hier zit in je eentje of met meerdere mensen een brief te schrijven. Ja, dat is wel een heel bijzonder gevoel, zeg maar. Dat is ook weer anders dan een bus. Dus jullie denken met deze trein meer mensen op te kunnen roepen om te gaan schrijven? Ja, het echte idee is dat meer mensen bijvoorbeeld een klein stukje meerijden. Bijvoorbeeld van Utrecht naar Arnhem of van Arnhem weer door. Bijvoorbeeld een uurtje meerijden om een brief te schrijven of meerdere brieven. Dus dat kan je doen op de plek waar je zelf woont. Je kan het ook online doen, maar je kan het dit jaar ook in de trein. En de route van deze trein, hoe is die bepaald? Nou, we hebben gekeken wat een route is waar je binnen een dag zoveel mogelijk stations kan aandoen. En een van de redenen dat we deze route hebben, is ook omdat we nu langs een aantal plekken gaan waar al Ride for Rights acties zijn. Dus bijvoorbeeld Amsterdam, waar we vandaan komen nu vandaag. In Arnhem, in Rotterdam, waar we nog langskomen. In Den Haag, daar wordt allemaal geschreven. Dus daar kunnen mensen dan ook weer makkelijk opstappen. Deze trein stopt ook in Arnhem. Waarom stopt hij ook in Arnhem? Hij stopt ook in Arnhem omdat daar ook een hele actieve groep is van Amnesty. En die groep die schrijft, heeft ook al vaker de Ride for Rights of schrijfmarathon, zoals het vroeger heette, georganiseerd. Dus dat is voor ons wel een extra mooie reden om ook in Arnhem te stoppen. Ik schrijf natuurlijk mee, want ik sta er ook achter. En ik mag met mijn vrouw mee. De hele dag met deze mooie trein. Dus ja. Het belangrijkste is Amnesty. Wij zijn in Arnhem uitgestapt, maar deze trein rijdt nog een stukje verder tot vanavond 8 uur. Blijven deze mensen schrijven.